Er worden coronacirkels geplaatst aan de kapjeswellen bij de IJssel. De cirkels zijn een initiatief van raadslid Kitty Smit. De eerste cirkels worden als test geplaatst om te kijken of het werkt. Wij spraken Kitty over hoe zij op dit idee gekomen is. Ik ben op het idee gekomen voor coronacirkels naar aanleiding van een plan in New York. Daar doen ze de coronacirkels, werken ze al heel lang met coronacirkels in de grote parken. Om mensen te motiveren om afstand van elkaar te houden. En we doen in Deventer natuurlijk al een heleboel. We hebben de nieuwe rotonde op de Brink en we hebben de eenrichtingsverkeer in de binnenstad. Wij vonden, Deventer Sociaal vond dat coronacirkels ook een mooi initiatief kunnen zijn om mensen te stimuleren om afstand van elkaar te houden. De coronacirkels zijn bedoeld om in te gaan zitten. De afstand tussen de cirkels is 1,5 meter, dus je, vanzelfsprekend hou je afstand van elkaar. De cirkels in New York waren allemaal dezelfde grootte. In Deventer hebben we ervoor gekozen om grotere en kleine cirkels te maken. Want grote groepen jongeren gaan echt niet verdeeld van elkaar zitten. Die willen samen in een grote cirkel zitten. Nou, die liggen hier ook. Maar ook voor kleinere gezelschappen zijn er kleinere cirkels. En ook binnen de cirkels kun je dus 1,5 meter afstand van elkaar houden. En dat is het hele idee. Ik denk het wel. We hebben het ook nu in verschillende gemeentes in Nederland. In Rotterdam doen ze het ook, in het Kralingse Bos. Nou ja, in New York en andere wereldsteden doen ze het ook met heel veel succes. Dus ik heb goede hoop dat het hier ook gaat helpen. Kitty heeft dus alle vertrouwen in de coronacirkels. Maar houdt dit dan ook in dat als je niet in de cirkel zit, je gelijk op de bon gaat? De afspraken die wij in Deventer met handhaving en de politie hebben, is dat de lijn is om eerst mensen aan te spreken. En uit te leggen wat de bedoeling is en niet gelijk het bonnenboekje te trekken. En dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben bij de coronacirkels. Mensen zullen eraan moeten wennen, mensen weten misschien nog niet helemaal hoe het werkt. Dus dat is de lijn, handhaving legt uit, spreekt aan, maar zal niet gelijk boetes gaan uitschrijven als iemand met zijn voet buiten de cirkel zit. Dit experiment is geslaagd als mensen 1,5 meter afstand houden. En als dat goed werkt, dan is de bedoeling dat we dit zeker gedurende de zomerperiode, als het echt warm is, dat we dit vol gaan houden. En ja, voor zolang als het nodig is natuurlijk. Niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren. Als deze proef bij de kapjeswellen goed verloopt, worden de cirkels ook nog geplaatst bij de Van Vlotenlaan en de Uiterwaarden.